Hallo, welkom op de Burgemeester Haarsmanschool in Gorredijk. Ook dit jaar staan leerlingen uit groep 8 en hun ouders voor de grote uitdaging: welke school voor voortgezet onderwijs kiezen we? En wij willen jullie daarbij graag helpen. Dat doen we door aan tafel in gesprek te gaan met docenten en leerlingen van de BHS. Zij vertellen over het reilen en zeilen op de school. Kortom, welkom voor een kijkje in de keuken bij de Burgemeester Haarsmanschool. De Burgemeester Haarsmanschool heeft oog voor iedereen en dat klinkt heel logisch, want op iedere school staat de leerling centraal. Maar de vraag is alleen, hoe doe je dat in de praktijk? Daarover ga ik in gesprek met Corita van der Veen, al jaren mentor hier op de BHS, en de leerlingen Jurre Steengen en Rick Bethlehem. Maar we beginnen even met Corita. Corita, ja. Op veel scholen heeft iedere klas een mentor en de Burgemeester Haarsmanschool heeft op iedere klas zelfs twee mentoren. Jazeker, ja. Waarom kiezen jullie daarvoor? In ieder geval is het heel belangrijk dat een klas een mentor heeft. Dat telt voor alle andere scholen ook. Maar bij ons is het een hele belangrijke hoofdtaak eigenlijk. Ze vragen mij wel eens, wat doe je hier? Dan zeg ik wel, ik ben docent. Maar als eerste zeg ik vaak, ik ben mentor van een klas. En dat zijn we met z'n tweeën. Het liefst met een mannelijke en een vrouwelijke mentor. Waarom? Zodat leerlingen kunnen kiezen. Oké. Okay. En ze kunnen het afstemmen met ons. En we kunnen sparen ook met elkaar. Want iedereen doet het weer op een andere manier. En zo kunnen ze ook. Het is ook nog zo dat wij de vakken ook wel een beetje uit elkaar halen. Bijvoorbeeld een praktisch vak en een theoretisch vak. Zodat dus je op alle vlakken en op alle fronten probeer je wat dicht bij de leerlingen te komen. Hoe vaak zien de leerlingen de mentor? Nu iedere dag. Jullie hebben iets nieuws, dat noemen we Start de Dag. Start de Dag, ja. Start de Dag, ja. Dat klinkt heel mooi. Wat houdt dat in? Start de Dag betekent dat we iedere dag om 8:30 starten. En daar kan jij straks misschien ook wat over vertellen. We hebben dus van maandag tot en met vrijdag. In ieder geval is het belangrijk om wat meer structuur te geven aan de leerlingen. Want vaak weten ze niet van wat moeten we nou, is het huiswerker, het lesrooster. En wat doen jullie dan in die 20 minuten? In die 20 minuten proberen we, dat hangt er vanaf welke dag het is, want het is een beetje verdeeld in de week. We starten maandags met, we beginnen deze week, wat krijgen jullie, wat hebben jullie, is het huiswerk duidelijk, is er wat gebeurd, misschien het weekend, zo, een beetje start. Dus een beetje geleidelijk aan de dag beginnen, dat het niet al te, niet direct volle bak hoeft. Ja, Rick, en hoe, even afstemmen ook. En Rick, hoe vind jij dat? Wat is jouw ervaring daarmee? Ja, heel fijn. Je kan je... Ja, een soort van je emoties tonen aan je mentor. Oké. Okay. Ja, dat is wel fijn. En je krijgt hulp als je vragen hebt. En het is gewoon een leuke start van de dag. Ja, zo heet het ook, maar het is ook zo. En dan wordt er direct even gekeken of je voldoende energie hebt om de dag te beginnen. Ja inderdaad. Oké. Okay. En Jurre, hoe vind jij dat? Ja, ik vind het wel fijn, want dan in de ochtend dan heb je niet gelijk les. Want ik ben in de ochtend vaak nog een beetje moe, dan moet ik nog een beetje opstarten. Dan heb ik eerst 20 minuutjes nog om wat beter wakker te worden. En dan heb ik les. En jullie zitten allemaal dan in je eigen lokaal, hè? Jullie hebben met de klas een eigen lokaal. Ja. En dan komt er iedere keer een andere docent langs. Ja. Oké. Okay. Hoe intensief is dat contact verder met de leerlingen, Corita? Nou, dat hangt er echt helemaal vanaf. Elk jaar is weer anders. Dat maakt het ook heel leuk. Soms zijn de contacten heel intensief. Hè? Dus dan zijn er misschien wat problemen thuis. Het lukt niet helemaal op school. Nou, dan begeleid je zo'n leerling zo'n hele jaar door. Hè? En dan krijg je ook... Er zijn ook korte lijntjes met misschien de interne hulp of misschien buitenschool om hulp vragen. En dat dan ben jij eigenlijk degene die dat een beetje stuurt als mentor. Ja, dus de leerlingen hebben eigenlijk altijd iemand om naartoe te gaan. Dat,
Ja. Altijd. Ja. Ja. En dat is ook mooi, omdat je met z'n tweeën bent, er is altijd iemand aanwezig. Ja. Altijd. De BS is niet zo'n hele grote school, hè, in vergelijking met andere scholen. Wat voor voordeel heeft dat voor het contact met de leerlingen? Ja, heel veel. Ik vind zelf, we doen nu heel veel met de mail. En dat, ik werk hier nu al 25 jaar, dus dat verandert natuurlijk en je verandert mee. Maar de korte lijntjes en heel even om het hoekje kijken van is die docent misschien aanwezig? Waar ligt het probleem? Bijvoorbeeld er is wat met wiskunde, je hebt wat met wiskunde. Je snapt het even niet. Nou, dan loop je even naar de leerkracht toe. En dat is, daar maken we heel veel gebruik van. En dan is het, de afstand is niet groot. En je lost dingen heel snel op. En dat is voor de leerling vaak heel prettig. En dat hoeft niet alleen te zijn. Dat kan ook over je gevoel gaan. Hè? Dus dat je verdrietig bent of je wordt gepest. Dat zijn vaak dingen die moeten niet te lang duren. Moet je snel oplossen. Rick, niet zo heel veel leerlingen op school. Dat houdt misschien ook in dat jullie elkaar allemaal wel een beetje kennen. Is dat leuk of is dat juist niet leuk? Ja, ik vind het wel fijn. Maar ik ken niet iedereen op de school. Dat kan natuurlijk niet. Maar ja. Maar wel een groot deel waarschijnlijk. Want je komt wel iedere keer dezelfde mensen tegen. Ja, dat soort. Ja, ongeveer wel, ja. Ja, dat klopt wel. Oké, en Jurre? Nou, ik ken lang niet iedereen, maar gewoon kinderen uit mijn klas en een paar andere eerste klassers, die ken ik wel. Oké. Het is dicht bij huis, hè? Voor veel kinderen. Waar komen jullie vandaan? Jij komt uit Gorredijk, Rick, denk ik? Ja, ik hoef denk ik net 200 meter, 100 meter. Jij woont wel heel dichtbij, hè? Ja, ik kan gewoon lopen. Jij gaat gewoon lopen naar school? Ja, okay. Als ik wil, ja. Ja. Dat kan. En Jurre? Ja, ik woon een kilometer, denk ik, hier vanaf. En er zijn ook wel kinderen van jullie leeftijd die moeten misschien wel een uur fietsen voordat ze op school zijn. Of drie kwartier fietsen op school. Wat is het leuk dat de school zo dichtbij is? Dan kan ik iets langer in bed blijven liggen. Kijk, dat is het enige goede antwoord dat een leerling kan geven. Maar dat scheelt nog wel een paar uurtjes in de week al met al. Ja. En wat merken jullie daarvan? Dat kinderen dichtbij wonen? Ja, eigenlijk. Nou, om eerlijk te zijn, je merkt het wel als leerlingen verder wegkomen. Als ze te laat komen met de bus. Of er zijn allemaal regelingen ook. Want ze komen ook uit Drachten, uit wat verder weg. En van dichtbij, ja. De meesten gaan op de fiets. Ik vind het altijd wel stoer eigenlijk dat ze zo op de fiets komen. Of wandelend. Die zijn ook, er ook. Ja. 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 Oké. Hey, jullie hebben nu iedere dag die start de dag. Heb je dan ook nog andere mentoruren door de week? Ja hoor, ja. We hebben ook nog gewoon burgerschapsvorming. Dat geven wij ook als mentor. En je hebt gewoon een mentoruur waarbij je als klas wat langer bij elkaar bent. En daar behandel je verschillende projecten. Dat kan heel verschillend zijn. Dat kan zijn als het gaat over pesten. Dat kan ook zijn over de duurzaamheid. Het kan iets actueel zijn, nu met de corona, over de rellen. Dat zijn allemaal dingen die we nu online wel bespreken, en wat korter. Maar Normaal, straks iedereen weer naar school kan. Ja, zijn dat hele uren wat we door de week behandelen. En dat is vaak overstijgend. En dat maakt het ook leuk, want dat houdt kinderen vaak wel bezig. Ja, ja. Oké. Dank jullie wel. Leerlingen in een hokje duwen, daar houden ze op de BHS niet zo van. Keuzes voor de toekomst worden zo laat mogelijk gemaakt, pas nadat de leerlingen een hele brede oriëntatie hebben gehad met alle sectoren op school. En het liefst zorgen ze zelfs nog voor maatwerk voor iedereen. Aan tafel zitten nu decaan Fanny Kerkhoff en Friso Bode, teamleider van de onderbouw. Fanny, die brede oriëntatie, dat vinden jullie heel belangrijk. Waarom? Ja, als de kinderen van de basisschool afkomen, zijn ze eigenlijk nog heel erg jong. En het is heel lastig om dan al te bepalen welke kant je uit wil, op welk niveau je zit. En we hebben natuurlijk onze ervaringen vanuit de vroegere middenschool. En van daaruit weten wij dat een leerling tussen de 12 en de 16 nog heel veel ontwikkelt. Nog een hele grote groei doormaakt. En ook nog wel op andere niveaus kan uitkomen. Maar het allerbelangrijkste is dat een leerling zijn talenten en interesses gaat zien en ontwikkelen. En ontdekken. Vooral. En ontdekken. Yeah.
En daarvoor hebben wij dus een heterogene onderbouw. En de leerlingen kunnen nog op de manier van groep 8 nog 2 jaar door. Wat bedoel je met de heterogene onderbouw? Want dat zal niet iedereen direct... Daar bedoel ik mee dat leerlingen die een basis of een basiskader of een kader of een kader GT of een GT HAVO advies hebben allemaal bij elkaar zitten. Okay. En de vakken die de leerlingen in de onderbouw krijgen, dat zijn... dat noemen we nog steeds de hoofd-hart-handenvakken. Het zijn theorievakken. Dat zijn de hoofdvakken natuurlijk. We hebben de kunstzinnige vorming hebben we op het ogenblik in de onderbouw en drama. Dus dat zijn de hartvakken, zou je kunnen zeggen. En we hebben de praktische vakken. En alle leerlingen in klas 1 en alle leerlingen in klas 2 krijgen 4 uur praktische vakken. En dat houdt in dat ze een stuk krijgen van techniek, van zorg en welzijn, van economie en sinds kort ook van groen. Oké, dus de leerlingen die misschien wel in het hoofd hebben van hey, wij willen iets met metaal of we willen iets in de bouw, die gaan ook gewoon mee in de zorg, ja. En die gaan ook gewoon mee, ja, in de administratie, breed. En die gaan het allemaal breed, ja. Kennis maken. Ja. Want onze maatschappij vraagt ook iets anders. Leerlingen moeten breed inzetbaar zijn. Er zijn beroepen die verdwijnen. Er komen nieuwe beroepen bij. Kijk alleen maar naar die scankassa gedoe bij Albert Heijn. Zelfs instructeur daarvan is zo langzamerhand een beroep. Dus mensen moeten flexibel zijn. Later denk ik ook in hun werkveld. En aan de andere kant, ja, er worden ook hele andere vaardigheden van kinderen verwacht. Nou, de social media hebben ze allemaal wel. Maar als we toch nog kijken naar de ICT-vaardigheden, daar is best nog wel wat aan bij te leren. Ja, en dan kom je dus op, dat is het belang van het kennismaken met zoveel mogelijk sectoren. Breed, ja. Friso, dan zitten ze in die klassen allemaal bij elkaar, ook van verschillende niveaus. Hè? Dus van VMBO kader tot de HAVO leerling. Hoe lukt het om dan iedereen onderwijs op zijn of haar niveau te geven? Nou, eigenlijk, ik denk voor de kijkers thuis het makkelijkst uit te leggen dat ze dat op de basisschool nu ook doen. He, ze kijken gericht per kind, wat heeft die eigenlijk nodig en wat kan die aan? Dus wij kunnen per vak wat we aanbieden van de hoofdvakken, kunnen we differentiëren, zoals we dat heten. Dus een beetje een duur woord, maar dan kunnen we kijken wat jouw niveau is bij dat vak en jou proberen daarop uit te gaan dagen. Dus een leerling die hier binnenkomt met een kaderadvies, het zou best kunnen zijn dat hij voor Engels excelleert, dat hij het hartstikke goed doet. En dat die op HAVO-niveau kan werken bij Engels. Dus zo is er voor het individu maatwerk mogelijk binnen de klas. Maar ook binnen projecten krijgen kinderen andere, maken ze kennis met andere rollen. De rollen van de planner, de rol van de gespreksvoerder. Nou, zo laten we kinderen samenwerkend leren. En doen we eigenlijk niet alleen een beroep op je theoretische kennis, maar ook in hoe werk je eigenlijk samen. Dus dat is ook een onderdeel in de onderbouw die van belang is. En hoe leren kinderen van verschillende niveaus van elkaar? Want ik kan me ook voorstellen dat er ouders zijn die zeggen van ja, mijn leerling of mijn zoon of dochter, ja. Hè, dat is een HAVO-leerling en dan komt hij bij een VMBO-leerling in de klas. En ja, gaat dat wel goed samen en houdt de ene de ander niet op enzovoort. Ja. Wat zeg je tegen dat soort ouders? Nou, in die zin dat ze op de basisschool niet heel veel anders gewend zijn. He, dat ze daar ook bij elkaar hebben gezeten. En dat het bijna gek is dat je opleidt tot een maatschappij waarin iedere laag van de maatschappij verschillende culturele achtergronden elkaar ontmoet. En met elkaar door één deur gaat bij de supermarkt of waar je ook komt. En dat het bijna vreemd is dat je dat opsplitst in een type onderwijs waarin je zegt, nou kom je alleen nog maar in aanraking met leerlingen die vooral inzichtelijk denken op HAVO-niveau. Of die heel erg praktisch, hè, de praktische leerling die eigenlijk in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, hè, het VMBO, bereiden we ook voor op een praktische achtergrond. Ja, juist het omgaan met die verschillen is een belangrijke ontwikkeling. Is een superbelangrijke ontwikkeling, ja. Jullie reppen van maatwerk, hè? Want dat is, er zijn heel veel verschillende routes mogelijk. Hè? Fanny, jij bent decaan, jij bereid ze ook voor op dat laatste stuk, hè, van wat ga je daarna doen. De havenroute is er eentje, maar er zijn ook nog andere turboroutes. Hè. Kun je daar iets over vertellen? Wat is de eigenschap daarvan? Een turboroute is bijvoorbeeld die bij techniek. Bij de GT-leerlingen techniek is het mogelijk dat je in de derde klas
Op woensdagmiddag, en ik dacht een stuk of 10 woensdagmiddagen al in het derde jaar, naar de Friese Poort in Drachten gaat. En dan gaat het om leerlingen die eigenlijk belangstelling hebben voor middenkader engineering of de bouwinfra. En daar gaan ze dus al een soort introductieprogramma doen en lessen volgen in die richting. Dan volgt er in het vierde leerjaar een soort van intake. Zo van, weet je zeker dat je die kant uit wil en heb jij de capaciteiten daarvoor? En dan gaan de leerlingen, ik dacht, 20 middagen al naar de Friese Poort. En als dat met een presentatie voldoende is afgesloten, dan kunnen ze dan instromen in leerjaar 2 van het mbo. Dus dan win je eigenlijk een jaar. Dan win je eigenlijk een jaar. Ja. En dat is dus voor leerlingen die dat leuk vinden en die capaciteiten hebben. Nou, dat is bijvoorbeeld een turboroute. Maar we hebben bijvoorbeeld meer maatwerk. Dat is bijvoorbeeld bij de profielen zorg, welzijn, economie en ondernemen. Daar heb je in het derde jaar keuzeblokken. Als je zegt, ik kies toch eigenlijk die richting, dan wil het niet zeggen dat je per se van zorg en welzijn alle keuzeblokken moet volgen. Maar dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen van ja, mijn belangstelling ligt nu wel bij thuiszorg en haarverzorging. Maar dan aan de andere kant doen ze iets met webshop. Een mode in design, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. En dat is dus geen punt, dat kan dus allemaal. Je kan dus heel veel switchen, ja. En je eigen route kiezen. En je eigen route kiezen. Dat is een belangrijke. Een brede keuze van, ja. Van keuzeblokken. En dat is veel motiverend voor de kinderen. Friso, ja. Je zei op een gegeven moment al van, nou ja, als je verschillende niveaus om, hè, je noemde net al even het voorbeeld van iemand die Engels heel goed is. Hè, die kan ook sneller naar een examen, begrijp ik. Hè? Want je hebt uiteindelijk ook versnelde examens. Ja. Wat houdt dat in? Dit is eigenlijk een ontwikkeling van de laatste paar jaar. En die ligt nu even stil met corona. Dat is een wat lastigere opbouw nu. Maar we willen graag dat leerlingen die dingen sneller kunnen, dat je ze niet gaat ophouden. Dat je ze meer mogelijkheden biedt door een versneld examen te doen. Dus in leerjaar 3 bijvoorbeeld een Engels examen af te ronden op gemengd theoretisch niveau. Waardoor je andere mogelijkheden krijgt in je examenjaar. Een extra vak erbij kunt kiezen. Dus je beeld kan verrijken. En met een geprofileerd examen door te kunnen naar jouw mbo of richting de HAVO. Dus dan sluit je één vak eerder af dan in het examenjaar. Bijvoorbeeld, wat jij sneller kan, sluit dat ook sneller af. Dat willen we wel gaan aanmoedigen. Maar je kan het dus ook op een hoger niveau afsluiten. Dus dan zou je zeggen, van als ik heel goed ben in Engels of in wiskunde, dan sluit ik dat op een niveau hoger af dan in het standaard niveau waar je in zit. Zeker, dus je krijgt dan op jouw eindlijst dan ook daar een opmerking op te staan dat jij bijvoorbeeld een kaderdiploma haalt, maar dat jij op gemengd theoretisch niveau Engels hebt afgesloten of een ander vak. En dat is een mooi plus op jouw diploma in het vervolg naar het mbo. Begrijp ik. Dat kan dus ook een hele zoektocht zijn, hè, voor een leerling. Van, want ik kan dit, ik kan dat, ik kan zus. Hè. Het zijn allemaal verschillende wegen. Hoe worden de leerlingen daarin begeleid? Ja, aan het eind van klas 3, bij de rapportenvergadering, dan kan een vakdocent een leerling voordragen om een vak op hoger niveau te doen. Dus voor een basisleerling kan het een vak op kaderniveau zijn en voor een kaderleerling een vak op GT-niveau. De vakdocent draagt dat voor en overlegt het natuurlijk ook met die heeft het overlegd met die leerling natuurlijk. Maar dat doen wij met opzet, want die leerling moet goede cijfers hebben, maar die moet ook een goede inzet hebben. En tijdens zo'n rapportenvergadering bekijk je ook de andere cijfers of een leerling dat sowieso aan kan. Een cijfer alleen is niet voldoende. Het gaat ook om het hele beeld. Inzet, het hele plaatje. Dat je zegt van ja, als de leerling te veel energie aan dat vak gaat besteden, dan gaan ze andere cijfers onderuit. En wie begeleidt zo'n leerling door die hele route, door de school? Van of je nou de ene sector of de andere sector of de mentor, niveau, dat en is de vooral decaan, de rol van de mentor. En de vakdocent. Oké, dus ja, daar zit een breed. Dat doen we tijdens die vergadering. Team omheen. Ja. Ja, en dan gaan we natuurlijk ook in leerjaar 4 nog kijken of het wijs is om op dat niveau examen te doen. En de leerlingen krijgen altijd een advies van ons. Wat kan zij van rustig zo mooi doorgaan, je haalt prachtige cijfers, dat gaat helemaal goed komen. Of het kan ook zijn, is het ook wijs om nu terug te schakelen. Maar dat gaan we natuurlijk ook met de leerlingen bespreken. En een hoop leerlingen zijn erg trots op dat ze vaak op hoog niveau hebben gedaan. En dat zegt natuurlijk ook iets van hun dat motivatie. Dat doet heel veel met het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. Ja, het vervolgonderwijs ook heel goed dat je dat kunt laten zien. Volop mogelijkheden dus. Dankjewel.
De Burgemeester Haspenschool staat bekend als een VMBO-school. Maar toch zijn er ook leerlingen met een HAVO-advies die kiezen voor de BAS. En daar is de school heel blij mee, want de BAS vindt zichzelf heel geschikt voor HAVO-leerlingen. En om te vertellen waarom dat is, zit er nu aan tafel Jolida Voetelink, directeur van de school. En tegenover haar zit Benjamin Vaas, een oud-leerling van de school. Jolida, de HAVO-route die wordt ook wel omschreven als de groeiroute. Wat bedoelen jullie daarmee? Ja, de groeiroute, dat betekent dat je eigenlijk een advies hebt tussen VMBO, HAVO, wat zal het worden? En wij willen vooral leerlingen naast toetrekken. Ik noem ze wel de slim handjes. Leerlingen die heel handig zijn met hun handen. En maar waarvan het niet helemaal zeker is van, heb ik nou HAVO-level of doe ik VMBO-niveau? En die kunnen hier tot groei komen. En bovendien kunnen ze andere leerlingen, bijvoorbeeld leerlingen op basiskaderniveau, helpen om door de onderbouw van onze Burgemeester Harmsma school te komen. En als het hun lukt om op HAVO-niveau de onderbouw te doorlopen, dan kunnen ze doorstromen naar een HAVO-school in de nabijheid. Bijvoorbeeld Singeland, Liertge, Sterrenwerf College, Zevenwolde, Bornego, je noemt het. Daar zijn allemaal afspraken over gemaakt met scholen in Drachten, Heerenveen, Oosterwolde. Ja, nou ja, het ligt voor de hand dat we met de openbare VO-scholen gemakkelijker afspraken maken dan met de christelijke scholen. Ja. En het feit dat we met Singeland gaan fuseren maakt het nog gemakkelijker om nog betere afspraken te maken. Maar ook met Stellingwerf College en Zevenwolde hebben we goede afspraken voor de doorstroom. Dus dat jullie nu wat nauwere banden aan gaan halen met Singeland houdt niet in dat de leerlingen dan vanaf hier ook automatisch naar Singeland HAVO door moeten? Nee, dat heb ik ook van meet af aan gezegd toen we begonnen met het verkennen van een fusie en een fusiepartner. Dat ik tegen de collega's zei, het is heel belangrijk dat we vrienden blijven met iedereen in onze omgeving. En we zitten als school in Gorredijk, zo worden we omringd door veel partners, dat we die relaties ook op orde moeten houden. Dus dat, en ik praat ook altijd over mijn vriendin in Oosterwolde van het Sterrenwerf College. Ik ga niet nog verder. De onderlinge relaties zijn goed. Daar zeker. Komt erop neer. Ja. Hey, je zei de leerling, je hebt een groeiroute. Wat voor type kind is die langzame stap? Voor welk type kind is dat geschikt? Je hebt die kinderen die met slimme handjes. De slimme handjes hebt. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere kinderen zijn. We leven natuurlijk nu ook in coronatijd, waarin de PO-raad de koepel van de basisschool heeft aangegeven. Nou, in geval van twijfel, geef dan een HAVO-advies. Nou, die leerlingen zijn hier natuurlijk ook van harte welkom. En mijn ervaring inmiddels is dat ik liever zie dat leerlingen opstromen van VMBO HAVO naar HAVO, dan dat ze afstromen van HAVO naar VMBO. En in de tijd dat ik hier nu werk, dat is nu 2,5 jaar, heb ik toch ervaren, als je opstroomt, dan word je blij van. Stroom je af, dan hebben we er heel veel gedoe van. En we is dan eigenlijk, zitten we zowel de leerling als de ouders, als wij hier op school, dat er heel veel teleurstelling en beschadiging is. Dus kies voor die opstroom. En wij helpen je daarbij. Ja, helemaal helder. Benjamin, jij hebt eigenlijk die route een beetje gevolgd, hè? Want ja. Jij hebt hier op de Burgemeester Haspenschool ben je begonnen. Ja. En toen? Nou ja, ik had eigenlijk van de basisschool het advies om GT-HAVO te doen. Dus ik zat eigenlijk precies op die WIP, wat net ook al werd gezegd. En ik had eigenlijk dat ik altijd veel sportte. Dat vond ik gewoon heel leuk om te doen. En ja, toen zei ze, ja, je kan naar de HAVO gaan. Alleen toen dacht ik, ja, dan moet ik ook een uur fietsen, want ik woon in Gorredijk. En weer een uur terug. Ik denk, ja, dan ben ik die tijd kwijt voor minder leuke dingen. Want je hebt voor voetbal in principe leuker dan school natuurlijk. Maar goed, moest ook gebeuren. En ik denk dat ik hiermee toen een hele wijze keuze heb gemaakt. Want ik zag elke keer die kinderen naar Heerenveen fietsen. En die moesten dus, waren 2 uur onderweg. En in die tijd kon ik mooi mijn huiswerk maken. Zodat ik elke avond gewoon fijn kon sporten. Je hield meer tijd over voor de andere dingen naast de school. Ja, ja. Hè, voor hobby's. En dat vind ik ook heel belangrijk. En daar heb ik eigenlijk gewoon 3 jaar lang van kunnen profiteren. En ik heb ook wel het idee dat ik hier op school dan ook wel rijper ben geworden om die stap te maken naar de HAVO. Uiteindelijk heb ik hier 4 jaar op school gezeten. Heb mijn diploma gehaald.
En toen ben ik naar de HAVO gegaan in Heerenveen. En als je dan van de VMBO op de HAVO komt, daar zitten ook leerlingen die zeg maar vanaf HAVO 1 daar zitten. Merk je daar verschil? Heb je daar verschil gemerkt? Ik merkte dat ik eigenlijk best al meer zelfstandiger was. Hè? Dus dat ik gewoon al meer zelf aankon. Dat ik ook wel beter kon plannen en structuur erin brengen. Daar had ik wel een voordeel mee. En je merkt ook wel, omdat je steeds omhoog gaat, hè, dat je aan het... Ja, je bent echt dan een doorzetter. Hè. Je wil dan ook verder omhoog. Dat geeft ook veel zelfvertrouwen. Ja, klopt. Ja. Ja, hè, dus dat je denkt van het groeien. Ja, hè, je bent iets mee bezig en je gaat steeds verder omhoog. Oh, dit kan ik, dat kan ik. Nou, probeer een stapje hoger. Nou, dan kan je dat ook aan. En uiteindelijk kom je dus in hetzelfde traject kom je ook op een HBO terecht, waar je dan dus met kinderen zit die vroeger bij jou op een basisschool zitten en dan minder tijd hebben gehad voor hun hobby's. Maar die hebben dan de HAVO-route direct gevolgd? Klopt, direct die zijn naar Heerenveen gegaan. En je hebt ook wel een groep, dat werd ook gezegd, die ertussenin zitten en dan uiteindelijk later afstromen. Nou, dat is natuurlijk voor jezelf, je eigen is dat veel minder fijn. Hè? Dat is een negatief, dat kan negatief voelen, het hoeft natuurlijk niet. Terwijl het mooier is als je mooi kan opstromen, dat is voor jezelf... geeft dat een beter gevoel. Ja, dus je hebt in principe VMBO, HAVO en toen HBO. HBO gedaan. Ja, klopt. Ja, en uiteindelijk ben je nog weer teruggekomen op de BHS. Ja, ik vond het hier als leerling zo leuk. Ik denk, misschien kan ik hier later zelfs nog werken. En dat is zelfs ook nog gelukt. Dus dat is wel heel bijzonder. En is ook leuk, toch? Ja. Een betere ambassadeur is bijna niet te vinden. Nee, zeker niet. Voor deze route. Ja, precies. We gaan een standbeeld maken voor Benjamin. Oh, die noteren. Die staat. Die staat. Ja. We hadden het net over die fusie. Dat is misschien ook nog wel even om even iets dieper op in te gaan. Wat is de BHS? Was altijd een zelfstandige school? Of is nog een zelfstandige school? Wat gaat er veranderen als dit allemaal doorgaat? En wanneer gaat dat door? Dat is een... De vraag is makkelijker dan het antwoord, begrijp ik. Nou ja, zo'n fusieproces is best wel een ingewikkeld proces. En hoe hou je dat nou een beetje compact, gezellig en eenvoudig voor de luisteraar en de kijker? Dat is vooral de opdracht. Nou, wat gaat er veranderen? Per 1 augustus 2021 houdt de burgemeester Harmsma School op om als zelfstandige stichting te bestaan. De naam burgemeester Harmsma School blijft gewoon in de lucht. Alleen er komt een klein labeltje onder Singeland. Mits iedereen nog wel akkoord gaat met alle stapjes die we moeten nemen, hè, Arend. Van, we moeten nog langs BMW en langs het ministerie van OCMW en langs de Raad van Toezicht en zo'n heleboel loketten. En uiteindelijk langs de gemeenteraad van Opsterland en Smallingerland. Dus dat zijn heel veel stapjes. En waarom hebben we gekozen voor Singeland als fusiepartner? Omdat Singeland ons de meeste kans en ruimte biedt om die school te blijven die we zo graag willen zijn. Een unieke school hier in de omgeving met een eigen onderscheidend onderwijsaanbod. En dat is wat past bij de burgemeester Hammersma School en bij onze leerlingen. Een unieke route uitstippelen. Maar jullie blijven dus wel een zelfstandige school in een groter geheel? Zeker, wij blijven een zelfstandige school. En ik word ook schooldirecteur dan. Dus geen locatiedirecteur of vestigingsdirecteur. Maar gewoon een zelfstandige school. Wat heeft dat voor gevolgen voor degene die zometeen gaat kiezen om op de BHS te beginnen? Eigenlijk niks? Of? Nou, ik zou bijna zeggen van we hebben al een enorm rijk doorstromingsaanbod. Zowel naar het VO, voortgezet onderwijs, als naar de Friese Poorten en de Friesland College. Maar er komt nog één uniek mooi paadje bij en dat is de doorstroom naar... Naar de locaties, de scholen van Singeland. Ik zou het bijna verkeerd zeggen, maar de scholen van Singeland. En wat het ook biedt, is dat we samen met Singeland bepaald onderwijsaanbod gemakkelijker in de benen kunnen houden in deze regio, dan dat we zelfstandig zouden blijven als Singeland en als burgemeester Harmsma School. Ja. Dus het biedt heel veel. Dus het zal ook de lange termijn zijn waarop moet gaan blijken wat het allemaal voor kansen biedt. Helder. Nog even terug naar die HAVO-route. Benjamin, jij hebt hem eerst de hele VMBO afgemaakt, hè? Dus 4 jaar VMBO, daarna naar de HAVO. Er is ook nog een versnelde route mogelijk, hè? Voor de echte turbo-leerlingen. Die gaan na 3 VMBO stappen die over naar de HAVO, begrijp ik, hè? Nee, dat is niet helemaal waar. Die stappen door naar de 4. De turbo-HAVO-route, dat kan ook. Ja?
de Turbo Havenroute, maar je hebt ook de Turbo MBO-route. En daar was ik even mee in verwarring dat je dat bedoelde, maar nee. Nee, maar je kan als je van VMBO naar de HAVO gaat, dan kun je versneld overstappen, toch? Je kan ook al van klas 3 VMBO naar klas 4 HAVO. Precies. Ja. Dat is dan het versnelde traject. Hè? Dat is ook mogelijk en de leerlingen hebben wij ook hier op school gehad die dat hebben gedaan. Ja. Ja. En voor wat voor type leerlingen is dat een geschikte route? Nou ja, goed. Ik denk dat je vooral ook moet kijken van wil je iets dichtbij? Vind je dat fijn? Zijn er misschien meerdere uit de omgeving die dan daar naartoe gaan? Hè, maar ik denk dat vooral het voordeel is dat het gewoon een kleine school is, hè, waar iedereen elkaar goed kent en waarin je dus gewoon qua reistijd ook gewoon veel minder tijd kwijt bent. Hè? Het is allemaal lekker dichtbij. Het is ook voor ouders denk ik ook wel vertrouwd, hè? Een vertrouwde omgeving. Als je hier op school in de buurt hiervan woont, hè, dan is dat gewoon een fijne plek en het is allemaal vertrouwd. Hè? Het is erg dichtbij. Ik denk dat een groot voordeel is voor dit soort leerlingen. En het is mogelijk. Er zijn genoeg voorbeelden van leerlingen die hier 3 jaar op school hebben gezeten en daarna naar de HAVO 4 zijn gegaan. En dan met succes door zijn geschoven naar de HAVO en daarna weer verder zijn gegaan. Nou, en ik denk om Benjamin aan te vullen dat het voordeel is ook van onze kleinschaligheid. Dat we ook heel snel kunnen schakelen daar waar het even ingewikkeld is om het precies passend te krijgen voor een leerling. We kennen elkaar gemakkelijk, we komen snel tot zaken intern binnen de burgemeester Harmsma school, maar ook met anderen buiten de deur. Omdat we gewoon korte lijnen hebben en hele goede relaties met die buitenwereld. Ja, helder verhaal. Dank jullie wel. Okay. Graag gedaan. Graag gedaan. De burgemeester Harmsma school die loopt al sinds de jaren 70 mee voorop als het gaat om onderwijsvernieuwing. Het is een innovatieve school die de ontwikkelingen op de voet volgt en ook steeds weer kijkt hoe ze daar gebruik van kan maken voor de toepassing in het moderne onderwijs. Om daarover te praten zijn aangeschoven Deirdre Assou, zij is docent groen, en Igor Hollemans, docent technologie en toepassing. Deirdre, ik begin eens even met jou. Jij bent docent op het nieuwe Groenplein. Ja. Dat is nieuw op een school. Vertel eens wat meer. Wat moet ik me daarbij voorstellen? We hebben hier op school meerdere pleinen waarin we onderwijs verzorgen over één specifiek deel, zeg maar. En het Groenplein is sinds dit jaar gekomen omdat het eigenlijk een hele grote kans is. We hebben hier in de regio ongeveer 400 bedrijven die iets met agrarische bedrijven te maken hebben. En die geven eigenlijk allemaal aan dat ze best wel graag meer leerlingen hun kant op zouden zien komen. Dus vandaar dat wij gezegd hebben van dan moet op de burgemeester Harmsma school. Er moet wat meer met groen gebeuren. Ja. Je hebt het over boerenbedrijven. Je hebt een slang bij je. Er zal er niet één bij zijn die slangen houdt, schat ik zo in. Wat doe je allemaal met leerlingen op het Groenplein? Nou, het is niet specifiek boerenbedrijven waar het over gaat, maar bedrijven die iets te maken hebben met de agrarische sector. Dus dat kan eigenlijk van alles zijn. En dat is ook wat we in ons Groenplein graag willen laten zien. Welke verschillende kanten je op zou kunnen binnen het groene onderwijs. En dat heeft te maken met milieu, dat kan zijn landschapsvernieuwing, dat kan zijn dierverzorging, planten, bloem. Eigenlijk is het een hele brede. Het gaat ook over bloemschikken en groentetuintjes en beestjes. Alles van alles nog wat. Ja, en ook iets waar ik zelf heel erg heel blij van word, is dat we ook heel veel ruimte hebben om vernieuwende dingen te doen. Ja, dus we hebben een aquaponic staan en Wat is dat dan? Dat is eigenlijk dat we de vissen die in het water zitten, de ontlasting daarvan, dus de mest, gebruiken voor de landbouw die daar bovenop plaatsvindt. Dus daar zitten plantjes bovenop die daar weer gebruik van maken. Ja, dus het is een gesloten systeem. Oké. En want zo'n groenafdeling, dat is vrij uniek binnen VMBO-wereld, begrijp ik. Hè? Ja. Er zijn niet zo heel veel scholen die dat op die manier doen. In ieder geval niet die breed opleiden. Wij zijn natuurlijk een school die heel breed opleidt, waarin kinderen veel keuzes hebben, daarin ook goed begeleid worden. En ik denk dat we daarin een hele mooie toevoeging hebben nu door ook agrarisch onderwijs, of tenminste groen onderwijs te kunnen geven. En is het voor bepaalde leerlingen ook juist een plus? Ja, absoluut. Sowieso de leerlingen die heel veel affiniteit hebben met dieren. Yeah. Maar wat heel mooi is om te zien is dat ook de leerlingen die graag willen ontprikkelen, die komen even bij ons om eventjes bezig te zijn met konijnen. Leerlingen die willen ontprikkelen, dat moet je even uitleggen. Wat is dat? Nou ja, als een leerling bijvoorbeeld zijn emmertje even vol heeft zitten, dan kan het heel erg prettig zijn om even met een konijn bezig te gaan of eventjes een rondje te gaan lopen omdat je eventjes de kruiwagen moet legen. Hè, er zijn allerlei taken die wij hebben, die daarin een ondersteunende rol kunnen bieden.
Dus wat ze voor de grote mensen altijd roepen van in de tuin, hè, dan maak je je hoofd, dat is goed voor, voor jezelf, je hoofd leeg maken enzovoort. Dat geldt eigenlijk voor leerlingen op zo'n manier eigenlijk ook al. Dat Absoluut. Je zegt van, ja, dus ontprikkelen. Het stukje ontprikkelen, maar ook het verleggen van grenzen. U had het net eventjes over de slang. Nou ja, er zijn toch best wel veel leerlingen die dat heel spannend vinden. En die na verloop van tijd dan toch aandurven. En dan, een klein succesmoment daarin hebben gehad. Dus dat is gewoon heel mooi. Maar ook de jongens die bij techniek, heel erg aanwezig zijn. Die dan toch stiekem heel graag eventjes in de pauze met de konijn op schoot willen zitten. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Dat is voor de ontwikkeling van die leerlingen een hele mooie, mooie stap. Ja. Aan de andere kant, Igor, jij bent docent technologie en toepassing. Dat is een nieuw vak, heb ik begrepen. Kun je daar iets over vertellen? Wat is dat? Ja, technologie en toepassing is een vak wat sinds vorig jaar hier aanwezig is. Sinds dit jaar hebben we dan ook een onderbouw daarbij bezig is. Dus ze zijn bezig om te leren programmeren. Dus te kijken van hoe krijg ik een robot aan het bewegen of in een computerprogramma, hoe moet ik dat doen? Daarnaast heb ik ook wat kleine attribuutjes mee, zoals een sferobolletje. En zo'n sferobolletje is te gebruiken in klas 1 en 2 bijvoorbeeld, waarbij ze een parcoursje uitzetten en uiteindelijk ook gaan proberen. De leerlingen gaan iets programmeren, zodat dat balletje de route aflegt die zij in het hoofd hebben. Ja. Hem hebben opgedragen. Ja. Oké. En ik begreep van technologie en toepassing, dat wordt voor een deel ook in buitenschool gedaan, bij bedrijven? Ja, dat klopt. En dat is dan in de bovenbouw, waarbij de derde en de vierde klasse naar buiten gaan om op onderzoek uit te gaan en opdrachten naar binnen te trekken. En daarbij te gaan kijken van hoe kunnen we dat probleem zelf oplossen als klas. Maar een probleem wat binnen een bedrijf of een organisatie speelt, begrijp ik. Kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Een voorbeeld zou kunnen zijn dat het met duurzaamheid te maken heeft. Van hoe maken we het bedrijf duurzamer? Dus bijvoorbeeld met zonnepanelen of met windenergie. Dat ze dan gaan kijken naar van, wat zijn de mogelijkheden binnen dat bedrijf? Oké, dat zijn best al hele grote projecten. Ja. Dan, of grote vragen in ieder geval. Nou, het komt wel voor dat leerlingen dat heel interessant vinden en daar zich heel erg in gaan verdiepen. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat het leuke daarvan is dat je niet alleen op school, in een schoolomgeving zit, maar daar ook in de praktijk iets mee gaat doen. Hè? Dat voor leerlingen juist leuk is. Ja, je neemt het mee natuurlijk uiteindelijk naar het mbo of zelfs naar de haven of naar het hbo. En ja, je hebt een bepaalde ervaring al meegekregen van hoe ga ik om met bedrijven. Wat is innovatie en hoe zet ik een plan op? Ja, dit is een vrij nieuw vak, begrijp ik. Hè? Want dat is nog niet op alle VMBO-scholen wordt dat toegepast. Want BS is daar een pilotschool op. Dat houdt in dat het voor jullie nog veel leuk ontwikkelen is. En kijken van wat kan wel, wat kan niet. Ja, het is heel veel ontwikkelen. En dat maakt het ook heel leuk als groep zijn om mee bezig te gaan. En we zien ook wel leuke dingen vanuit school zijnde. Dit is leuk om te doen. En dan gaan we daarna kijken van, is dat een mogelijkheid? En leerlingen hebben zelf ook ideeën. En daar staan we ook natuurlijk gewoon open voor om dat mee te nemen in het vak. Ja, dus het is niet zo dat de leerlingen daar in een standaard verhaal komen. Ze mogen daar hun eigen ideeën ook in meegeven. Ja, zoals bijvoorbeeld met bedrijven in gesprek gaan en uiteindelijk ook een product leveren. Ja. Al die verschillende sectoren op school die staan niet helemaal los van elkaar, Deirdre. Hè? Want jullie werken ook, jullie zijn nu groen. Ja. Maar wat doen jullie bijvoorbeeld met techniek? Techniek is een heel mooi voorbeeld. In de onderbouw zijn we nou bijvoorbeeld bezig met het maken van een insectenhotel. En het voorwerk daarvan gebeurt bij techniek. Dus daar maken ze daadwerkelijk de houten constructie. En dan gaan ze bij groen bezig met het vullen en het waarom en waar moet je aan denken en de invulling ervan. Dus zo kun je eigenlijk die verschillende sectoren, die komen bij elkaar. Ja. En er is een soort kruisbestuiving wat daarin zit. Ja, zodat je ook niet alleen op één sector zit, maar dat je gewoon alles een beetje breed bekijkt. Ja, precies. We hebben een hele mooie kas buiten staan. En die kas, het is nu natuurlijk winter, dus er gebeurt niet zo heel veel. Maar straks in het voorjaar is daar van alles te doen. En dat kunnen ze dan bij FAP bijvoorbeeld weer heel mooi gaan gebruiken. Voor het bewerken van,
van het voedsel wat we daar verbouwen. Oké, dat is bij FAP, de buur, de keuken. Ja. Ja, een voedselbereiding. Ja. Oké. Hartstikke leuk. Dankjewel.